dit is de kokende rivier die we in de stad hebben. Die voorziet ongeveer bijna 20.000 woningen van stadswarmte. En dat noemen we hoge temperatuur stadswarmte. Zeg Henk, waar staan we hier? Nou, we staan bij de energiecentrale van Den Haag. Ja. De enige nog werkende binnenstedelijke elektriciteitsfabriek, meer dan 100 jaar oud. De tweede energiebedrijf van Europa, E.ON, heeft zich gesplitst in een fossiele tak, Uniper, en zo heet die nou. En een non-fossiele, duurzame tak, en die heeft de naam E.ON. Dus waar zit de toekomst? In het naamsbehoud. Hier wordt al heel lang stroom gemaakt en de turbines moeten gekoeld worden. Dat koelwater ging vroeger in het verversingskanaal richting de zee. Maar toen de vorige oliecrisis in de jaren 70 uitbrak, toen vond men dat er eigenlijk wel een beetje zonde om die warmte allemaal weg te laten stromen. En uit die tijd stamt de eerste generatie stadsverwarming in Den Haag. En toen zijn deze buizen aangelegd naar grote, vooral overheidspanden in de stad. Het is dus koelwater uit de centrale. Dat vertrekt hier met 120 graden starttemperatuur en het komt met minimaal 70 graden retour. Maar dit is de kokende rivier die we in de stad hebben. Die voorziet ongeveer bijna 20.000 woningen van stadswarmte. En dat noemen we hoge temperatuur stadswarmte. Dit was door de stijgende energieprijzen uit de jaren 70 een rendabele business. Maar als we naar een klimaatneutrale toekomst kijken, dan moeten we naar vele lagere temperaturen. We hoeven dus helemaal geen 120 of 90 graden in huis te krijgen, want onze HR-ketel levert 90 graden. Dat is maar een paar dagen per jaar nodig. Dus we kunnen grotendeels van het jaar met vele lagere temperaturen volstaan. Nu wordt hier gas verstookt. Daar wordt stroom van gemaakt. De wegkoeling van die generatoren, dat is de stadswarmte. Maar in de toekomst moeten we van het gas af. Maar hier ligt nog een vrij jonge centrale. Ik geloof dat die ketels die er nu liggen van 2005 of 2006 zijn. Dus die zijn helemaal nog niet zo oud. Laten we de gasvoorziening hier houden voor een paar piekmomenten die we voor de omschakeling naar volledig klimaatneutraal in Den Haag nodig hebben. Want dat zou wel eens goedkoper kunnen zijn dan in één klap helemaal omgaan naar volledig duurzame stadswarmte. Maar wat in ieder geval moet gebeuren is dat op deze industriële site, dat hier een ideale plek is om geothermiebronnen te maken. Want geologisch is deze ondergrond daar uitermate geschikt voor. Zeker, er zal geïnvesteerd moeten worden in isolatie, maar dat moet rendabel gebeuren, zodat je het terugverdient op je uitgespaarde energielasten. En er zal installatietechnisch heel nauwkeurig naar gekeken moeten worden. Dus de verwarmingsmonteur van de gebouwen hebben we nodig, de onderhoudsmonteur en de eigenaar hebben we nodig om samen een goed plan te maken. Maar wat mij fascineert zijn die temperaturen. Je zegt 120 graden gaat heen, 70 komt terug, maar met die 70... die zou je eigenlijk kunnen gebruiken voor lagere temperatuurverwarming. Ja. En als daar weer 40 van terugkomt, dan kun je dat gebruiken voor nog lager. Dus eigenlijk zou je een systeem drie keer kunnen inzetten, of zie ik dat verkeerd? Dat zie je helemaal goed. Met een duur woord noemen we dat zelfs cascaderen. Als een soort waterval van hogere temperaturen via middentemperaturen naar lagere temperaturen. En op al die temperatuurniveaus zou je dus klantendoelgroepen kunnen onderscheiden die voor die temperatuurniveaus de goede klant zijn. En dan kunnen we de hele temperatuurketen benutten voor verwarming van Den Haag. Dus er is toekomst voor deze centrale, in jouw ogen? Voor deze site. Deze site. Op termijn, want het is nu een industriële locatie. Ja. En op termijn zullen we van het aardgas een keer af moeten. Maar voorlopig is de hele infrastructuur erop gericht dat we hier nog aardgas kunnen inzetten. Laten we dat doen als we nog een keer de Elfstedentocht rijden. Dan hebben we in ieder geval een backup die ons kan helpen.